Ja, nou, ik ben de zoon van een onderwijzer. En die onderwijzer die was weer zoon van een boer, een landbouwer. En hij heeft de HBS, mijn vader heeft de HBS kunnen volgen. En daarna de kweekschool. En het is een bekend patroon van sociale mobiliteit, dat dan een enkeling uit zo'n gezin vervolgens naar de universiteit gaat en na voltooiing van de universitaire studie aan de universiteit verbonden blijft en eindigt als hoogleraar. Zo is het bij mij gegaan. Democratisering samengevat in de levensloop van één persoon. En welke studies werden dat? Ik heb officieel gestudeerd sociale psychologie. Maar dat is een tamelijk leeg vak. Het heeft een heel belangrijke boodschap aan de mensheid. Namelijk, mensen zijn door en door sociale wezens. Dat wordt iedere keer opnieuw bevestigd in experimenten. Maar veel verder dan die experimenten, tot de theorievorming daarover, is men in de sociale psychologie nog niet gekomen. Zeker niet in de tijd dat ik dat vak studeerde. En daarbij was het een heel gelukkige bijkomstigheid dat er kort tevoren aan de Universiteit van Amsterdam een hele nieuwe faculteit was opgericht, politiek-sociale wetenschappen. En als je in één van die politiek-sociale wetenschappen wilde afstuderen, dan moest je een hele reeks bijvakken doen die, als je bijvoorbeeld in de sociologie wilde afstuderen, of in de sociale psychologie wilde afstuderen, dan moest je daarna ook het een en ander weten, moest je tentamens gedaan hebben in sociologie, in wetenschap van de politiek, zoals het toen nog heette. En in mijn geval, in de sectie waarin ik studeerde, heel veel filosofie. Dat heb ik dus allemaal voor mijn kandidaats en later voor mijn doctoraal examen gedaan. Dat was mijn studiepakket. Maar ja, ik was een verwoed lezer. En daarbij had ik duidelijke voorkeuren. Zowel in de Engels- en Duitsstalige en gedeeltelijk ook Franstalige literatuur als in het Nederlands. En een van mijn intellectuele helden was Menno ter Braak. Criticus voornamelijk, zoals zodanig bekend gebleven. Hij heeft ook een paar romans geschreven. Maar het grootste belang van hem is dat hij hele intelligente en erudite essays geschreven heeft, die vaak ook aan de rand van de sociologie liggen. Die gaan over bijvoorbeeld problemen van hiërarchie. Over de vraag hoe ter Braak is bekend is geworden met het werk van Norbert Elias. Er zijn tot dusver twee sporen ontdekt die allebei via de familie Mann, de familie van Thomas Mann, lopen. En de een zegt, het is een ontmoeting geweest tussen Thomas Mann en Menno ter Braak, die door ter Braak gearrangeerd was hier in een zomer dat Thomas Mann met zijn gezin in Noordwijk resideerde. En dit is onder andere door Herman Korte naar voren gebracht als de verbinding. En ik ben zelf van mening dat het, en dat meen ik ook wel te kunnen aantonen aan de hand van brieven, dat het niet Thomas, maar Klaus Mann was die een bemiddelende rol gespeeld heeft. De zoon van Thomas, die in de jaren 30 als balling uit Duitsland in Nederland woonde voor een deel van de tijd. En daar in het literaire leven zich ook mengde en kennis maakte met een aantal Nederlandse auteurs, onder wie Menno ter Braak.
En Klaus Mann, die gaf een tijdschrift uit, Die Sammlung. En Die Sammlung, dat was een blad voor Duitse emigrantschrijvers in West-Europa. En daarin heeft Elias één artikel geschreven over Kitschzeitalter und Kitschstil, of andersom. En dat is door Ter Braak opgemerkt. Die heeft daar in zijn vaste rubriek als literair redacteur van een Haags dagblad, dat niet meer bestaat, heeft hij de aandacht gevestigd op dat artikel wat hem frappeerde. Als een origineel stuk dat in een heleboel opzichten verhelderend werkte. En toen Norbert Elias al lang en breed in Engeland woonde, nog steeds als balling uiteraard, maar niet meer op het continent. Toen verscheen zijn boek in Zwitserland, Über den Prozess der Zivilisation. En Elias, die wilde aandacht voor het boek, heeft losse exemplaren gestuurd naar een aantal mensen die voor hem van belang waren. Johan Huizinga, Sigmund Freud en andere grootheden. En een paar oude vrienden van hem uit de tijd dat hij in Heidelberg en in Frankfurt doseerde. En toen heeft hij ook een exemplaar willen sturen aan deze Nederlandse criticus, die zo sympathiek en vol begrip over op dat artikel over Kitsch had gereageerd. Wie was dat? En hij schreef dan: toen heeft Elias een brief aan Klaus Mann geschreven van wie was die Nederlandse criticus die mij zo goed beviel. Zo zat het in elkaar. Ja. Toen heeft hij als antwoord gekregen, dat was Menno Ter Braak. Nou, ik denk dat de verwantschap was dat het allebei kritisch kinderen van de verlichting waren. En ongelovig, maar zeer geïnteresseerd in de West-Europese literatuur en ideeëngeschiedenis, met voorkeuren steeds voor toch de seculaire trends, de niet-religieuze trends, in die ontwikkeling van de westerse cultuur. En daardoor ontstond een verwantschap. En ook het niet voor zoete koek aannemen van allerlei gemeenplaatsen die eronder doen. Dat was ook een kenmerk wat ze met elkaar gemeen hadden. Maar je hebt dus die twee sporen, daar gaat het om. En die zijn ook heel makkelijk te traceren. Als je zegt, hoe ben ik op de hoogte geraakt van het bestaan van Norbert Elias? Dan is het in de eerste plaats geweest een college van ANJ de Hollander, mijn hoogleraar sociologie. Die noemde vaker boeken in het Nederlandse boeken, Engelse boeken, ook Franse boeken en Duitse boeken. En die Duitse boeken, dat was meestal uit de exilliteratuur. En daarvan was één voorbeeld, Über den Prozess der Zivilisation. En dat werd door de Hollander even genoemd als een voorbeeld, want daarin worden veranderingen in gedrag bestudeerd en geïllustreerd, getoond over een tijdverloop van een paar eeuwen. En het is heel duidelijk dat de oorsprong van die gedragsveranderingen, bijvoorbeeld dat mensen aan tafel zich anders gaan gedragen, dat ze nieuwe instrumenten zoals een vork daarbij gaan gebruiken. Die veranderingen die zijn niet te verklaren uit veranderingen in de menselijke biologie, de menselijke genetische structuur, biogenetische structuur, maar die zijn te verklaren als sociogenetisch, veroorzaakt door andere manieren waarop mensen met elkaar omgaan. En dat was voor mij ook een eye-opener. En bij de Hollander in een paar zinnen gezegd, maar
Ik dacht, ik wil er toch meer van weten. Ik heb dat boek van Elias uit de bibliotheek gehaald. Nou nee, daartussen zit dan vervolgens met Ter Braak, die boekbesprekingen schreef, in iedere week één in het cultureel supplement, zal ik maar zeggen, van het Dagblad Het Vaderland. En daar las ik met door Ter Braak een zeer lovende bespreking, ook vol begrip, van deel 1 van Über den Prozess. Deel 2 had hij nog niet in handen gehad. Maar die twee samen, dus de bevestiging bij het lezen van Ter Braak van het advies van een Hollander, lees dat boek eens als je de tijd ervoor hebt. Hij wist al bijna niemand die boeken las, maar hij vond toch dat we in elk geval moesten kennis nemen van het bestaan ervan. Maar die twee, nou toen kende ik hem, was ik op de hoogte van zijn werk. Ik had Über den Prozess der Zivilisation gelezen. Ik had het ook al gepropageerd onder mijn vrienden, mensen als Renate Rubinstein en Aad Nuis. Die had het allemaal ook gelezen en die waren ook allemaal enthousiast. Wat mij weer sterkte natuurlijk in mijn mening. Ik heb hier iets belangrijks, iets interessants te pakken. Maar ik kende de goede man niet. En eerlijk gezegd interesseerde het me ook niet. Dat hoort ook weer bij de boekencultuur die door Elias als zodanig gecritiseerd is en herkend. Maar ik kende boeken zonder me echt te interesseren voor de schrijvers. En dat waren dus namen, maar dat die namen ook verbonden waren aan levende mensen met hun eigen onderlinge verhoudingen enzovoort. Dat interesseerde me eigenlijk. Het was bereid dat voor kennisgeving aan te nemen, maar daar ging ik zelf niet zo verder op in. Maar ik was geïnteresseerd in Norbert Elias. Ik ben een keer, omdat ik zo'n bewondering had voor Talcott Parsons, naar een Salzburg seminar in American Studies geweest, waarin Parsons, toen was ik nog student, maar daarin was Talcott Parsons de centrale figuur. Dus ik dacht, daar wil ik meer van weten, ik wil die man van nabij leren kennen. Ik herinner me nog dat ik toen Parsons een keer apart genomen heb op mijn verzoek, om hem te zeggen dat er zo'n schitterend boek was, dat in heel veel opzichten vergelijkbaar was, toch wat qua probleemstelling met zijn werk. En dat heeft net als in zijn werk ook, dat de psychoanalyse daarin een belangrijke rol speelde. En het was, terwijl ik aan het woord was in het gesprek met Parsons, was me duidelijk, het interesseerde die man geen flikker. En Brian heeft mij toen aan Norbert voorgesteld. Tot mijn grote verrassing was de ontvangst bij Elias totaal anders dan die bij Parsons. Bij Parsons kon ik zien dat hij op zijn horloge keek of het gesprek niet al als afgesloten kon worden beschouwd. Maar voor Elias was dit de eerste keer dat iemand op, heb ik later vernomen, de eerste keer dat iemand op hem afkwam die zijn boek had gelezen en hem daarom wilde leren kennen. Dus hij was mij zeer welgezind en nodigde me uit om een keer met hem te gaan eten in een restaurant in Amsterdam. Dan hadden we alle tijd en konden we op ons gemak nader kennis maken. En dat is zo gebeurd. Nou ja, ik had dus, je vergelijkt mensen met elkaar en ik had vergelijkingsmateriaal. Hij was geen Parsons. Het was totaal anders en ik voelde me daardoor ook meteen zoveel sympathie voor hem en ik voelde me gevleid dat hij het waard vond een avond. Want een avondje uit eten gaan met iemand betekent dat je die avond beschikbaar hebt. En hij had me uitgenodigd zelfs. Ik was een arme student. Later heb ik ontdekt dat hij ook straatarm nog was in die tijd. Maar ik heb hem niet meegenomen naar een duur restaurant, maar naar een... Ik was in de restaurantwereld in Amsterdam helemaal niet thuis, maar ik passeerde iedere dag in de Damstraat een restaurant, dat heette de Gerstenkorrel. En dat leek me niet ongeschikt, dat bleek ook een heel rustig restaurant te zijn, waarin we in
alle rust de avond hebben kunnen doorbrengen. En hij vroeg mij een heleboel, de hemd, het hemd van het lijf. Maar ik vroeg hem ook een heleboel. En het klikte. En ik vertelde dat ik bezig was met een studie naar het waarheidsgebod in de westerse cultuur. En dat ik die zou willen voortzetten met een studie naar nihilisme en cultuur. En dat vond hij allebei interessant, maar hij had ook bedenkingen die hij meteen al uitte. Nou ja, en zo ging dat. Ach, ik ben het langzamerhand gaan ontdekken. Toen ik mijn proefschrift schreef, nihilisme en cultuur, ik geloof dat Elias daar de meest geciteerde socioloog al is. En toen had ik nog geen idee van het belang van zijn werk. De paradigmatische, zoals ik het later genoemd heb, betekenis daarvan, die ontging me nog volledig. Ik wist alleen maar, uit gesprekken met hem, dat hij het hele onderwerp nihilisme, of het hele onderwerp nihilisme, en de hele benadering om dat te verbinden met het begrip cultuur, vond hij verkeerd. En daar had hij kritiek op. En in het begin ervoer ik dat als dat hij toch mijn werk als mijn werk niet voldoende aan zijn normen vond beantwoorden. Later begreep ik dat hij zag in mijn werk nog steeds een veel te sterke verbinding met de academische sociologie, met name die van Talcott Parsons aan de ene kant, en met dat Duitse cultuurbegrip, wat hij ook in het eerste hoofdstuk van Über den Prozess onder de loep legt. En dan, hij zegt het niet met zoveel woorden, hij is heel voorzichtig, maar de conclusie voor een geïnformeerde lezer is, je kunt beter praten over civilisatie als proces dan over cultuur als vastgegeven. Ik werd later vrij jong, eigenlijk al in 1968, ik was 36, hoogleraar. En ik kwam toen ook in gezelschap van hoogleraren te verkeren. Een goede vriend van mij, die ik in Amerika had leren kennen in Berkeley, Maarten Brands, de historicus, die was ook net benoemd. We spraken elkaar veel, wisselden ervaringen uit over de eerste tekenen van universitaire, van een veranderende stemming aan de universiteit, in de richting van wat dat genoemd werd, democratisering. En we waren allebei nu voor het eerst in een positie waarin we, ja, ideeën die we hadden, soms bij de nodige organisatie, bestaande structuur voor nodig had om die te verwerkelijken. Bijvoorbeeld, Maarten Brands was benoemd tot hoogleraar in de geschiedenis. En er was een andere historicus die net in dezelfde tijd met emeritaat ging, dat was Jacques Presser. En toen kwam een vacature bij de historici en die moest mede door Maarten. En Maarten was een van degenen die konden beslissen wie Presser zou kunnen opvolgen. En ik heb toen aan Maarten voorgesteld, waarom probeer je Elias niet te strikken? En dat was hoe Norbert Elias als gasthoogleraar in Amsterdam kwam. Nou, hij was zeer open, hij was zeer geïnteresseerd in mensen, had veel interesse ook altijd in de ideeën van jonge mensen. Want daar was nog wat aan te doen. En de oude mensen die zaten allemaal vastgeroest in hun eigen manier van denken. Waarin voor het gedachtegoed van iemand als Elias eigenlijk weinig plaats was. Hij werd ook door tijd- en leeftijdsgenoten beschouwd als iemand die het lot had moeten overgaan van dat zijn carrière was gebroken en dat zou nooit meer goed komen.
Dus dat iets deerdiswekkends zat er ook bij. Maar ook dat een hele sterke persoonlijkheid, een heel sterk gevoel van eigenwaarde ook. En hij was bereid om al die oudere collega's nog wel eens een lesje te leren. En het gasthoogleraarschap in Amsterdam was een stap in de goede richting. Hij was iemand die slimme, aardige mensen om zich heen wist te verzamelen. Zoals Renate later ook, en met wie hij zeer bevriend is geraakt. En tot Renates vrolijkheid, maar ze moest altijd heel hard om lachen als ze het vertelde, heeft Norbert een keer in een brief aan haar geschreven, dus het staat zwart op wit. If I were younger, I would marry you. En Renate vond dat een kostelijke grap, want omdat daar helemaal niet gevraagd werd of zij met hem zou willen trouwen. Maar het is, dat getuigt dan eigenlijk op, bedenk ik terwijl ik het dit nu zo vertel, op een uitzonderlijke manier van een gebrek aan invoelendheid. Want daar was er heel goed in het empathie, in het kunnen meevoelen met mensen. Hij had voldoende vernederingen en ellende ondergaan in zijn leven om te weten dat hij niet over zich moest laten lopen en dat hij voor zichzelf kon opkomen als het moest. Maar als hij dus de straat overstak, dan vonden wij allemaal dat hij met zijn ene oog, want in ene oog was hij blind, en met het andere oog moest hij de verkeerssituatie inschatten. En daarin zette hij soms roekeloze stappen. En dan zei hij altijd, ja, ze stoppen wel voor me, want ze houden niet van, they don't like the mess. Als ze iemand aanrijden. Hij was een makkelijke bovenbuurman. Die weinig lawaai maakte. Van wie we wel konden horen, soms als we zelf nog wakker waren, dat hij heel laat naar bed ging. Hij had soms ook bezoek, dat hij nodigde die uit om 11 uur te komen. Om 11 uur hield hij op met dicteren. En dan had hij nog tijd voor een glas wijn met zijn gasten. En tot die gasten behoorden Maria, mijn vrouw en ik soms ook. Dat hij ons uitnodigde voor een glas wijn om 11 uur. Hij vond het enig dat er in Amsterdam zoveel jonge mensen waren die zijn werk lazen en bewonderen. Nou ja, maar dat is wat je nu zegt, is in strijd met wat je eerder zei. Ja. Dat er een kringvorming was. Die kring die was er wel degelijk en hij had hele goede vrienden. Zijn beste vrienden waren Bram van Stolk en Cas Wouters, die ook de vertaling van The Established and the Outsiders hebben verzorgd. Maar dan ook bijvoorbeeld de man die hij als persoonlijk assistent heeft aangesteld, Rudolf Knijf, die hoorde ook tot de inner circle. Maar om hem heen, hij wist natuurlijk dat al die jongeren, al die leerlingen, die zijn in staat om mijn werk niet alleen te propageren, maar ook te vulgariseren en verkeerd te begrijpen. En ik geloof dat er ook niemand in zijn kring bestond waarvan hij niet vond dat die dat wel eens. Hè, dus ook mensen die uit Amsterdam die veel voor hem gedaan hebben en van grote bewondering getuigd hebben, zoals Stephen Mennel en Eric Dunning en Herman Korte. Er bleef altijd een afstand. Want ze zouden zijn manier van denken nooit zo goed kunnen beoefenen als hij dat zelf kon. Al was het maar omdat ze geen medicijnen hadden gestudeerd. Hij in zijn eerstejaarscolleges in Leicester vertelde Norbert, of het nou waar is, weet ik niet, maar hij had altijd op het bureau van waarachter hij les gaf, de desk, lessenaar. Op die lessenaar had hij aan de ene kant een menselijke schedel staan,
Want die hersens, dat moest je weten hoe belangrijk die waren, hoe die uniek voor de waren voor de mens. En aan de andere kant een wereldbol. Want het ging ook over juist de mensheid als geheel. Je kon niet mensen als geïsoleerde individuen beschouwen die in zichzelf de hele mensheid vertegenwoordigen. Maar ze waren allemaal interdependent met elkaar verbonden. Albert Elias had aanvankelijk medicijnen gestudeerd, maar was daarmee opgehouden. Was overgeschakeld naar de filosofie. Kreeg een hevig conflict met zijn promotor in de sociologie. Die volgens Elias geen oog had voor het sociale aspect van menselijke kennis. Waardoor alle vragen in de filosofie eigenlijk in de ik-vorm gesteld werden. Van wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat kan ik verwachten? Nou, dat zou allemaal in meervoud gesteld moeten worden. Een hele kleine omschakeling met heel verstrekkende repercussies. En de strijd tussen deze twee interpretaties van het de menselijke kennis enzovoorts, die werd ook gevoerd tussen Norbert Elias en zijn promotor. En die promotor die vormde, die deed helemaal mee met de filosofische orthodoxie, zoals je die ook bij Descartes vindt, van ik denk, dus ik ben. Maar Elias die is dus was onbevredigd met de studie van de medicijnen. Dat leerde hem onvoldoende over een begrip over menselijk gedrag en menselijk voelen. En is toen naar de filosofie overgeschakeld en kreeg het idee dat er iets grondig mis was met de filosofie. En niet zomaar hier en daar iemand, maar dat de hele westerse filosofie die leed aan een manco. Namelijk de concentratie op wat Norbert Elias is gaan noemen, de homo clausus. De in zichzelf besloten mens. Als je die maar zo goed door middel van reflectie en lectuur zou proberen te begrijpen, dan begreep je hoe mensen kennelijk in elkaar zitten en functioneren. En daarmee was Elias het op de een of andere manier van begin af aan oneens. Hij zag daarin, ook op grond denk ik van zijn ervaringen, die verder gingen dan een filosofische studie, namelijk zijn ervaringen als soldaat in het Duitse leger in de Eerste Wereldoorlog. Daardoor zag hij dat het anders was. En daarin werd hij bijvoorbeeld ook wel gedeeltelijk gesteund door een nieuwe stroming in het westerse denken, namelijk de psychoanalyse. Maar ook in de psychoanalyse heeft Elias altijd gezegd, daar wordt toch het individu op de voorgrond gezet en alles wat het individu verbindt met andere individuen, dat wordt eigenlijk als ja, achtergrond beschouwd. Soms wel het vermelde waard, maar niet van wezenlijk belang in vergelijking met de individuele ontwikkeling als zodanig. Maar ja, we hadden allemaal geleerd dat dit een goede en prettige manier was om sociologie te bedrijven, die ons lag. En waarbij onze ervaring ook was dat er mensen waren, zowel binnen de sociologie als daarbuiten, die er wel waardering voor konden opbrengen. Dus je kunt, als karakteristiek van waar we mee te maken hebben, als we het hebben over figuratiesociologie. Die figuratiesociologie is eclectisch in methode en is consistent in de theorie. Dat schoot me zomaar te binnen, maar ik geloof dat het een handige. Maar toch, als ik de vraag nog één keer heel streng formuleer. Uit al die begrippen en inzichten van Elias. Ja, als je één woord wilt, interdependentie. Als je daarna zat te vissen. Dat onvoldoende wordt
gezien de wederkerigheid van belangen die dan vaak zo ingepakt zijn in het eigen belang van de sterkere partij, dat niet meer zichtbaar is hoezeer de sterkere partij ook afhankelijk is van de zwakkere. En die zwakkere die is zich niet bewust van hoeveel van de eigen opvattingen toch mede beïnvloed zijn door de opinies, door de heersende, ja, de heersende ideologie is de ideologie van de heersende klasse. Maar ja, de interdependentie die geeft aan dat je in elk onderzoek naar welke groepen ook moet kijken naar welke draden verbinden deze groep met andere groepen. Wat zou je noemen als de belangrijkste beperking van Elias sociologie? Nou, laat de anderen dat maar zeggen. Ja, inderdaad, het is niet natiegebonden, integendeel. Het zet het probleem van de natievorming ergens in de agenda van het vak. Een van de onderwerpen die de moeite waard zijn om nader uit te zoeken. En in hoeverre dat in verschillende delen van de wereld op dezelfde manier en of juist in verschillende manieren verloopt. Maar dat kan alleen maar in internationaal perspectief kun je het probleem van individuele natievorming bestuderen, goed begrijpen en plaatsen. Ik denk dat je kunt, dat klinkt raar hoor, maar dan zit je meteen in de sfeer van de Bijbel. Maar je kunt de laatste bladzijde, de laatste 10 bladzijden van Über den Prozess der Situation niet vaak genoeg herlezen. Want daar staat dit allemaal. Anno 1938, 39. Maar zo'n uitspraak is natuurlijk, klinkt als de uitspraak van een gelovige. Maar ja, ik kan het niet helpen. Je hebt het ESMC-kwadraat, dat wordt ook door iedereen omhelst. Je werkt zelf met een aan Elias ontleend lange termijn perspectief, waarin de termijn of de tijdschaal steeds ruimer is geworden. Ja, ja. Ik denk van nihilisme en cultuur naar de beheersing van het vuur en de tijd, de uitdijing van de antroposfeer. Het beschrijft eigenlijk een expanderend proces. Ja. Zou je kunnen zeggen dat jij zelf meer bent opgeschoven van sociologie in de academische zin van het woord naar big history? Ja, ik denk dat sociologie moeten beschouwen als een onderdeel van de big history. Als academische discipline. En dat is voor beide, denk ik, gunstig. Ik betreur het altijd dat David Christian, voor wie ik een hele grote bewondering heb, dat hij niet wil zien dat zijn project in de traditie staat van Comte en Spencer. Hij herkent historici, zoals hij zelf. Maar als je ziet wat bijvoorbeeld Ranke aan wereldgeschiedenis heeft gedaan, dat is iets zoveel conventioneler nog. Hè? Iets wat eigenlijk toch niet erg verschilt van nationale geschiedschrijving. Dan kun je alleen maar zeggen, ja, Über den Prozess der Zivilisation biedt veel meer aanknopingspunten voor een wereldsociologie. Ja, en het aardige daarvan vind ik ook, of het aardige. Maar ik denk dat het ons helpt om dat begrip civilisatie ook beter op zijn plaats te zetten. Want
Het centrale begrip bij David Christian is collective learning. En het civilisatieproces, ik denk dat het onlogenbaar is, is ook een proces van collective learning. Maar je probeert dan een specifiek domein van het menselijk kunnen en kennen te isoleren en te zeggen, daarover gaat het als we het hebben over civilisatie. Ja, Elos is zich later wel ietsje meer gaan bemoeien met de evolutie. En geprobeerd om de grote evolutie zodanig te formuleren dat de geschiedenis van de mensheid erin past. Ja, en David Christian's hele project is erop gericht. Het allergrootste raamwerk wat we bij ons maar kunnen voorstellen in ruimte en tijd, die misschien zelfs samenvallen, dat kan ik allemaal niet volgen. Maar meer omvattend perspectief dan dat van de Big History kan ik me niet voorstellen. Nou ja, wat ze zouden kunnen leren is onder andere de diepere implicaties van dat gedicht, wat Norbert Tachtig als het motto van zijn hele gedichtenbundel heeft gekozen. How strange these people are, how strange we are, how strange I am. En we begrijpen het allemaal niet goed, maar we proberen te begrijpen, zowel onszelf als de mensen om ons heen, als eigenlijk de hele wereld, het hele universum waar we deel van uitmaken. Maar dat misschien kun je gewoon weglaten. Niet dat we ooit alles zullen begrijpen, whatever that may mean, maar dat we wel in staat zijn om steeds meer zelfbedrog, wat ons is bijgebracht, van ons af te schudden. En een zuiverder, meer realistisch gevoede visie op onszelf en al het andere waar we mee te maken hebben. En dat bevat bij al dat andere, wat ook net zo vreemd is als we zelf zijn, daarbij behoren zowel de andere dieren als de andere planten, als uiteindelijk het hele universum.